Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we ons best gedaan om binnen de grenzen van het coronabeleid ruimte te vinden en er zoveel mogelijk te zijn voor iedereen die in onzekere tijden steun zoekt. Het is voor iedereen een moeilijke tijd, een tijd van gemis. Beperkingen en zorgen. Van angst, boosheid en onzekerheid ook. We hebben de aangrijpende verhalen gehoord in vele ontmoetingen, in persoon en digitaal. Met u en met al die mensen die direct of indirect geraakt zijn, voelen we ons verbonden. We blijven ons samen met u. Inzetten om het coronavirus eronder te krijgen. Zodat iedereen in ons land daarna het gewone leven weer kan oppakken, zodra het kan. Dat is nu het allerbelangrijkste en daar gaan wij mee door. Naar ons beste kunnen. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar.